deze week bij B2S Television. Een interview met Damar. En vers van de pers, Decibel News. Damar is een van de graag geziene gezichten op vele hardcore en industrial events. B2S sprak met haar over het concept Darkness for Life. Jongens, 21 augustus, Decibel, helemaal uitverkocht weer. Ik mag er gelukkig weer bij zijn in de Darkness for Life area. En ja, die lamp, zoals die schijnt, zo gaat het zonnetje ook schijnen die dag. En ja, ik ga even wat vertellen over mijn verbintenis met Darkness for Life. En over mijn ervaringen op Decibel. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in nu al, mede door mijn ervaringen in de jaren terug. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer met Party Race de hele tent op zijn kop heb gepoogd te zetten, toen het geluid niet helemaal lekker meewerkte. En ik heb echt nog nooit zoveel mensen in één zaal gezien. En dat vind ik echt helemaal geweldig. En dat komt dus eigenlijk ook door de stijl die er gedraaid wordt in de Darkness for Life area. Omdat dat gewoon vette liefhebbers zijn. Gewoon alleen maar. En die mensen die gaan ook niet meer weg. Tot aan het einde van het feest. En dat vind ik helemaal de bom. Ik zal er echt de hele dag te vinden zijn. Want ik vind het echt helemaal geweldig. Elk jaar weer op Decibel. En dat komt echt voornamelijk gewoon door de liefhebbers. En dat vind ik echt zo tof. Want het is gewoon bij geen enkele andere stijl is dat ja, zo hecht. Weet je wel. Die band dat je, die mensen met de muziek hebben. En daarom draai ik ook het liefst ja, die stijl gewoon. Ik kan gewoon lekker mijn eigen gang gaan. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het echt een stijl kan noemen. Want het is eigenlijk gewoon heel breed. In de Darkness for Life area kun je gewoon... Ik kan ook wel eens een hard techno plaatje tussendoor gooien bijvoorbeeld. Of een hele langzame doomcore plaat. Of wat ik maar wil. En dat, ja, dat vind ik echt super vet. Vooral omdat het overdag is. Is het wel heel bijzonder om dat gewoon te combineren. Is een keer wat anders dan zo'n... ja, zo'n donkere hol ergens, weet je. Het is altijd een donker hol. Nou, behalve op Decibel. Dat vind ik leuk. Nou, op Decibel ben ik eigenlijk meestal gewoon in de Darkness for Life area te vinden. Maar ik ga ook altijd natuurlijk heel veel rondjes lopen, want ik ben altijd ook in de reviews area te vinden. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Ja, zoals jullie misschien al een beetje weten, ben ik heel veel bezig met hard techno. Dus nou, ik heb er heel veel zin om daar ook even te gaan staan. Ik heb vorig jaar ook echt uren gedaan, dat vond ik helemaal geweldig. En ja, ik wil eigenlijk gewoon bij deze mezelf uitnodigen om daar volgend jaar te gaan draaien gewoon. Ik ga ook nog eventjes kijken bij de Pussy Lounge. Dat vind ik ook altijd heel erg gezellig. Gewoon omdat het, ik gewoon gezellig. Ben ik ook altijd wel even te vinden. En ja, de main area blijf ik altijd een beetje op het randje daar staan. Want dat vind ik altijd een beetje leuk om daar zo overheen te kijken. En 's avonds natuurlijk bij de main stage even. Maar ik denk dat je me voornamelijk bij de hard techno en de Darkness for Life zal vinden. Wil je deze poster winnen? Gesigneerd door mij. Ik heb een hele lange handtekening. Volg ons dan op www.twitter.com/officialb2s. Aanstaande zondagnacht is het zover. De bekendmaking van de Decibel line-up en de release van de website. Hou b2s.nl goed in de gaten. See you next week.